Over het Oosterhamrik-tracé, de huidige busbaan, gaan in de toekomst auto's rijden. Op die manier wil het stadsbestuur de steeds toenemende verkeersdrukte tussen de binnenstad Oost en de Oostelijke Ringweg oplossen. De bussen gaan dan door de Oosterparkwijk, via de Thomas A. Teuzinglaan, het Wielewaalplein en de Vinkestraat. De bussen worden net als nu gescheiden van de auto's. Dat betekent dat de auto's in de toekomst over de Oosterhamrikade gaan rijden en de bussen dat die gaan rijden via de Vinkestraat, via het Wielewaalplein en dan via de Thomas A. Teuzinglaan op die manier de Peterskampersingel kruisen om dan richting het UMCG te gaan. In het verlengde van de Vinkestraat moet een brug komen over het Van Starkenborghkanaal. In de verre toekomst is dat inderdaad noodzakelijk, hè, omdat de Oosterhamrikbrug, daar rijden veel bussen overheen en die combineren daar de scheepvaart via de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Naar de toekomst toe wordt verwacht dat dat een probleem gaat worden, dus dat er ook een nieuwe brug nodig is. En die nieuwe brug, maar dat is waarschijnlijk iets verder in de toekomst, die zal dan moeten komen in het verlengde van de Vinkestraat om op die manier het Van Starkenborghkanaal over te steken. En dat daar in de toekomst dan ook de bussen overheen zullen gaan rijden. Maar voorlopig komt er een brug schuin in de richting van de huidige brug over het Van Starkenborghkanaal. Dat is eigenlijk de huidige brug en om die te laten aansluiten op de Vinkestraat zal er een brug over het Oosterhamrikkanaal komen. Dat is een veel kleinere brug waarbij de bussen via de Oosterhamrikkenbrug naar de Vinkestraat kunnen gaan rijden. En als dan de brug op de nieuwe plek ligt, dan zal die brug gebruikt worden voor de auto's om die richting de Oosterhamrikkade te ontsluiten. De Korreweg wordt ingericht als fietsstraat, waarin het autogebruik teruggedrongen wordt. Dat is nu ook een drukke autoweg, ook een hele drukke fietsweg. En door de Oosterhamrikzone in de Korreweg zullen veel minder auto's gaan rijden. En dat zorgt ervoor dat we daar een veel aantrekkelijkere fietsstraat kunnen maken. Die we nu ook als onderdeel van de focusvarianten hebben vastgesteld. Dat we willen kijken of we een fietsstraat kunnen maken op de Korreweg. Dat betekent dat de auto's en fietsers allebei op mogen rijden. Maar dat de fietser de snelheid aan moet geven en dat hij daar ook het meeste ruimte moet krijgen. Dus dat is bijvoorbeeld een van de kansen die de Oosterhamrik-verbinding de Korreweg biedt. Omwonenden zijn bang voor verkeersdruk. Het stadsbestuur gaat met hun in gesprek. We hebben nu een focusvariant gemaakt. We hebben denk ik nog 2 jaar nodig om die goed uit te werken. Er zijn natuurlijk al heel veel vraagpunten, zorgpunten, ook vanuit de buurt, die we echt nog moeten wegnemen. Over het parkeren, over de financierbaarheid van het voorstel, over het geluid. Snappen we heel goed dat mensen daar zorgen over hebben. Dus we zijn nog 2 jaar bezig om dat goed uit te zoeken. En als het lukt om die zorgen ook weg te kunnen nemen, dan kunnen we over 2 jaar waarschijnlijk tot realisatie overgaan. En dan verwachten we dat die in pas 2023, 2024, dat dan de nieuwe weg open kan gaan. Thank you.